Kijkers, Botlek TV, Link Media, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn hier op het gemeentehuis van de gemeente Nissewaard. En naast mij een van de wethouders. De wethouder die onder andere verantwoordelijk is voor de buitenruimte. En dan met name de buitenruimte in het centrum. We hebben het niet over de plantsoentjes, we hebben het niet over de bomen, maar we hebben het over stenen. Stenen trappen. Goeiedag. Goeiedag. Wethouder Martijn Hamerslag van ONS. Ja. En druk bezig met allerlei zaken hier in het centrum. De meest in het oog springende is toch wel de Spijkse trappen. Waar Rome de Spaanse trappen heeft, ja. Of misschien wel had, want Feyenoord is wel langs geweest natuurlijk. Maar hebben wij dadelijk hier in Nissewaard, in Spijkenisse, hebben we de Spijkse trappen. Ja. Vertel, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, de Spijkse trap is een project wat onderdeel is van een nog veel groter project. En dat is namelijk een flinke investering in het centrum van onze gemeente. Maar de Spijkse trap gaat echt over de laag-hoogverbinding, zoals dat dan heet, tussen het Uitplein en de Nieuwstraat. En dan voor het Centrum van de Kunsten, dat is de plek waar het hierom gaat. Daarin gaan we een nieuwe cultureel icoon creëren met het Centrum van de Kunsten. En daar, bij een cultureel icoon hoort natuurlijk ook een mooie toegang. En dat is dus de Spijkse trap. Alles wat goed is, komt zo langzamerhand weer terug, hè? Want daar was al een trap. Tenminste, een trap. Het was een amfitheater. Ja. Voor de oudere kijkers, die weten dat ongetwijfeld nog wel. Daar had je Theater de Stoep met een amfitheater daarnaast. Vanwaar weer die verbinding? Er was een lift. Er was een roltrap. Er was een gewone trap. Dat functioneerde niet echt goed meer, hè? Nee, daar moeten we eerlijk zijn. Het functioneerde gewoon niet goed. En sowieso, het centrum heeft natuurlijk een moeilijke tijd gehad. En vanuit die tijd is er een centrumvisie opgesteld met een elf aantal projecten. En een van die projecten is ook de verbetering van de hooglaagverbinding tussen de Nieuwstraat en het Uitplein om een betere winkelroutering te krijgen. Dat is eigenlijk de oorsprong van waarom we hier aan de slag gaan. En met dat idee hebben we nu eigenlijk een aantal problemen in één keer opgelost. En dan gaat het dus over uitbreiding van het Centrum van de Kunsten met nieuwe soorten cursussen, nieuwe media, pop-oefenruimtes, een huiskamer van de stad op het niveau van de Nieuwstraat, een verduurzaming van het gehele pand en architectonische aankleding waarmee het een cultureel icoon wordt. Maar ook de diamant, het pand wat daar eigenlijk tegenover staat, daar staat leegstand in. Dat gaan we, daar gaan we woningen in laten maken samen met de ontwikkelaar, de eigenaar die daar zit. En onder de Spijkse trappen komt dus een uitbreiding van het Centrum van de Kunsten, maar ook toiletten. Dat lijkt een beetje bazaal, maar een veelgehoorde wens vanuit centrumbezoekers is om centraal in het centrum toiletten te hebben. Ja, nou weet ik wel dat als je als een man echt moet, dat je ook altijd kijkt of er niet ergens een trap is om het daaronder eventjes te kunnen doen. Maar dat zal toch op een andere manier gaan, afgesloten, netjes onderhouden enzovoort. Ja. We hebben nu natuurlijk ook al wel openbare toiletten in het centrum, maar dat zit wat op een vreemde plek, ja. Als ik het zo zeggen mag. Nu is het dadelijk echt midden in het kerncentrum en uiteraard wordt dat allemaal netjes vormgegeven en ontworpen. En kun je daar ook met goede bebording word je daar naartoe geleid. En dat moet ook gewoon kwaliteit zijn. Nou, dat zal zeker met name bij de oudere heren zal dat toch wel prettig zijn. Ik ben zelf ook niet meer zo piep en ik loop ook altijd te zoeken van waar kan ik hier naar het toilet. En dan loop je de HEMA in. Ja, nou, voor een worst kan je er komen, maar voor om naar de wc te gaan, dat lukt niet. Dus dat is een verrijking. Maar hoe kom je boven? Is er ook een lift? Er komt zeker een lift, hè. Kijk, wat we nu zien, en nogmaals, je gaf dat zelf ook al aan, het functioneert gewoon niet goed, hè. De roltrap is eigenlijk afgeschreven, werkt niet meer, is ook niet meer te repareren. De lift geeft veel mankementen. We hebben daar wel extra storingsonderhoud op gezet. Maar er komt dus een nieuwe lift en een veel bredere trap die in één keer vanuit het zicht van het Uitplein doorloopt naar het Centrum van de Kunsten. Daarmee is eigenlijk het doodlopende gebied, hè, wat het toch een beetje die uitstraling heeft, krijgt daarmee een kwaliteitsimpuls. En
de bedoeling is ook dat de lift dus ook beter gaat functioneren zoals die nu doet. Overlast van jongeren moet natuurlijk ten alle tijde bestreden worden. Even los van dat zij ook gewoon een plek mogen hebben in het centrum en daar mogen komen. Maar ze mogen geen overlast veroorzaken. Dat zal ook op deze plek moeten gebeuren. Wat wij wel denken is, door deze plek opnieuw vorm te geven, aan te kleden, zal er meer reuring ontstaan. Er komt ook een plek voor een terras, et cetera. Daarmee neemt ook de sociale controle toe. Dus wij hopen en denken niet dat de overlast zal toenemen. Ja, Hollandse vraag. Wie gaat dat allemaal betalen? Nee, hele logische vraag en terecht, denk ik. Belangrijk ook te benoemen is dat we deze investering met drie partijen doen. De gemeente, maar ook de vastgoedeigenaar van het Centrum van de Kunsten en van de Diamant. En daar zat een onrendabele top op, zoals dat dan genoemd wordt, oftewel een tekort. En dat tekort hebben we met een subsidieaanvraag kunnen afdekken. 1,2 miljoen hebben we vanuit het Rijk gekregen om dus die onrendabele top af te dekken. En daarmee is het sluitend binnen de kaders die we daarvoor hebben en hoeft het geen extra geld te kosten. En daar zijn allemaal handtekeningen voor gezet, want er zit toch een ander kabinet aan te komen. Ja. Die halen dat niet van tafel? Het geld is binnen. Dat gaan ze ook niet meer terugkrijgen. Dus ik heb wel vertrouwen in dat dat goed komt. Ja. Ja. Blijft het bij die trappen of wordt het centrum nog verder verfraaid? Ik kan me zo voorstellen dat er nog van alles gaat gebeuren. Ja. Ja, ik denk de afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt met het centrum. We komen van een situatie met 30% leegstand. Zeker met deze transformatie gaan we naar onder de 10. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. We hebben de afgelopen jaren een aantal succesvolle projecten gehad. Bijvoorbeeld het Kolkplein opnieuw ontwikkelen en die winkels weer terugbrengen naar het centrum. Maar we willen bijvoorbeeld ook heel graag een doorsteek maken van de Kopspijker weer terug naar de Voorstraat. Ook zoals het vroeger overigens was. Om bijvoorbeeld die Voorstraat weer nieuw leven in te blazen. We hebben vanaf januari een mooie subsidie vastgesteld voor de Voorstraat. Om ondernemers en eigenaren ruimte te geven om hun panden op te kunnen knappen. En daarmee willen we dus ook een kwaliteitsimpuls op de Voorstraat. Om dat oude rondje dorp weer in ere te herstellen. De vergroening van het centrum zijn we nog mee bezig. Nou, deze trappen worden ook groen aangekleend. Maar er zijn wel meer plekken in het centrum. Bijvoorbeeld het Theaterplein waar je meer groen zou kunnen plaatsen. Dus er zijn nog tal van projecten en kwaliteitsslagen te maken. En dat zullen we ook moeten blijven doen. Willen we dit centrum vitaal houden. Nou, ik wens u heel veel succes met alle mooie plannen. U hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Sowieso financiën zijn geregeld. Maar wat zijn nou een beetje de partners, de architect of wat dan ook, centrummanager die hierbij betrokken zijn? Ja, nou, het is echt een grote groep mensen. Uiteraard de centrummanager is een belangrijke daarin geweest. De twee vastgoedeigenaren, Vivesta en Manhaven, die samen met ons toch hun nek uitsteken voor deze investering. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste partijen geweest die hierin samenwerken. En natuurlijk het Centrum van de Kunsten. Ja. Dat valt onder de gemeente, maar het is toch eigenlijk wel een eigen bastion. En dat is maar goed ook. En die hebben ook een visie op hoe cultuur in de toekomst meer vorm moet krijgen. Er komen toch echt heel veel mensen en kinderen in dat Centrum van de Kunsten. Dus ik vind het vooral heel leuk dat daar nou dadelijk een huiskamer van de stad gaat ontstaan. In die plint van het Centrum van de Kunsten, waar ze ook echt trots op kunnen zijn. Nu zit het toch een beetje verstopt. Dus dat vind ik ook een mooi compliment naar het Centrum van de Kunsten toe. Dat ze zich daarin hebben ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, van viool tot violist kan je daar oriënteren tot de nieuwe Afrojack. Alles is mogelijk. Ja, nogmaals, wens u ontzettend veel plezier en succes met alles wat er gaat gebeuren. Laatste vraag. Wanneer kunnen we de trap op? Ik verwacht in het laatste kwartaal van 2025 dat het helemaal afgerond is. Nou, dat is behoorlijk snel. Wensen de omwonenden natuurlijk sterkte met een stukje overlast. Maar ja, zonder overlast wordt niks vrij. Dus we leven met u mee en we kijken met u mee. We gaan ook nog eventjes een kijkje nemen ter plaatse. Gaan toch eens even vragen aan de mensen wat ze ervan vinden. Ja. Ik hoop dat ze net zo positief zijn als u. Ja, nee, dat hopen wij uiteraard ook. En het zal zeker enige overlast met zich meebrengen. We gaan dat zo goed mogelijk proberen te managen. We hebben ook binnenkort op de maandag een informatieavond voor omwonenden en ondernemers. Dat zal de komende maanden verder vorm gaan geven. Ja. U gaat terug naar uw kantoor. Ja. Wij trekken onze jas aan, we gaan naar buiten en we gaan vragen wat u ervan vindt. Hier gaat een heel nieuw centrum komen. Er komen trappen. Dus daar kan je dan met een hele brede trap kan je naar boven. Heb je daarvan gehoord? Nee, dat hoor ik echt nu pas. Maar je komt uit Spijkenissen? Ja. Ja.
Zou je het leuk vinden dat het hier allemaal een beetje fraaier wordt, een beetje leuker wordt, gezelliger? Ja, er moest wel een verandering in komen hoor. Ja, waarom? Omdat deze centrum echt al super lang bestaat en er komt ook echt nooit een verandering. Het is een beetje saai hè? Ja, dat zeker. Ja. Wat zou je hier graag willen zien voor jongeren? Meer winkels. Dus meer kledingwinkels bijvoorbeeld. Ga je dan niet thuis online alles bestellen? Jij bent nog echt een beetje ouderwets. Je gaat gewoon lekker winkeltjes kijken of kom je kijken en ergens anders kopen? Nee, ik kom kijken en kopen. Robert Mendel, al 40 jaar woonachtig hier in Nederland. Kent het centrum. U heeft ook gehoord dat er allerlei verbouwingen gaan plaatsvinden. Ja, dat heb ik gehoord. Wat heeft u gehoord? Dat deze hier komt wat nieuw, een nieuwe trap. Een nieuwe trap. Verder ja, niet zoveel. Heb ik ook iets gehoord van dinosauriën die ik zie continu hangen hier en daar. Ja, ze willen iets met dinosaurussen doen om de jeugd precies, een beetje te krijgen. Precies. Maar ja, die zien we dadelijk niet van de trap afrollen. Die trap is bedoeld om het allemaal wat gezelliger te maken, maar ook de verbinding te maken naar de andere kant. Ja. Want daar stopt het een beetje. Ja. Er komen toiletten eronder en een lift. Dat is mooi. En een lift, dus dat is wel prettig. Ontzettend prettig in het bijzonder toiletten. Tot nu toe er is maar één publiek toilet hier. Een prachtige plek, dat zeg ik niet. Maar, ja, maar een beetje uit de route, hè? Juist. Dat is uit de route. En ik heb niet lang geleden een bezoek gehad uit Israël. En dat is een oudere dame. En het ging een beetje moeilijk elke keer naar de toilet daar. Dus dan ben ik echt blij. Nou, dat gaat dus allemaal gebeuren. Toiletten, een nieuwe lift. En een mooie trap waar je gebruik van kan maken en misschien nog wel even lekker kan zitten. En wat vindt u verder van het centrum? Leuke winkels of mis je nog wat? Nee, ik mis niet als ik denk over de situatie en de tijden. En dan nog een compliment, omdat oorspronkelijk heb ik voor heel veel jaren in Vlaardingen gewoond. En nu komen mensen uit Vlaardingen naar hier toe op Koningsdag of zo, omdat daar is het niet meer gezellig. Nee. Spijkenisse is veel gezelliger. Er zijn daar absoluut bijna geen winkels meer. En, nee. Nou, fantastisch. U zou zomaar ambassadeur kunnen worden van Spijkenisse. Oh, dat vind ik niet erg. Ik vind het perfect. Het is een prachtige stad, dus je hoort mij niet klagen. Nou, daar zal de burgemeester Fort van Oosten ontzettend blij mee zijn. Ik hoop het. Ja, fijne dag. Insgelijks. Dank u. Ik heb net gehoord, deze meneer die fietst eventjes hier langs. Althans, hij loopt netjes langs. Hij komt uit Syrië. Is al 10 jaar hier in Spijkenisse. Good afternoon, mister. Andraos Youssef, my name. And you live here in Spike City. And what do you like about the center? Do you like it or not? I told you, now I am already 10 years in Spijkenisse. I am usual now to live in Spijkenisse. I like it. And especially the center. Of course, in the summer or in the spring, it's more better, you know. In the winter, there is... It's very cold. Yes, yeah. Cold, and you didn't see a lot of people. And Spijkenisse, it's a quiet city. And Do you shop here in the center? Sometimes. I go all times to secondhand, you know. I am. I live by out caring, and now I am retired. Okay. I am 68 years old, and I go for cheap shops. Well, there are plenty shops here in Spijkenisse, and I hope you enjoy not only the shops, but also the center. Thank you very much. Welcome, with my pleasure. Have a nice day. Thank you. Ja, kijk eens, ze komen natuurlijk niet uit Syrië om hier te shoppen, maar deze meneer is al 10 jaar in Spijkenisse. En vindt het centrum mooi, vindt het leuk hier zo, aardige mensen. En ja, dat is daar waar het om gaat. Als je aardige mensen hebt, dan maakt het centrum niet uit hoe het eruit ziet. Is het centrum aardig en de mensen zijn niet aardig, ja, dan is het ook een probleem. We moeten met elkaar zorgen dat het gewoon een heel leuk centrum gaat worden. Met of zonder trappen, met of zonder grote winkels. Met elkaar maken we het gezellig. Dit was Botlek TV, Link Media. Tot de volgende keer. Achter de camera staat dan weer Roel van Deursen.
En hier Joop van der Hoorn.